De ontwerpwet beschermde dorpsgebieden is vanmiddag met algemene 37 stemmen aangenomen. De regering kan zich helemaal terugvinden in dit wetsvoorstel over de bescherming van woon- en leefgebieden van inheemsen en Marons. Dit deelde Edgar Diekan, minister van Regionale Ontwikkeling, het parlement vandaag mee tijdens de behandeling van deze wet. De wet beschermde dorpsgebieden is vandaag in behandeling genomen door de Nationale Assemblée. De initiatiefnemers willen hiermee vooral de ongecontroleerde uitgifte van concessies in het binnenland een halt toeroepen. Diekan benadrukte dat de goedkeuring van deze wet een grote geruststelling zal zijn voor dorpsbewoners. De bewindsman benadrukt echter dat deze wet nog geen goedkeuring is van de grondenrechten van inheemsen en Marons.